Maar Johan, we moeten toch naar de harde realiteit die aan de andere kant zit, het sportieve. Kunnen we je nog serieus nemen na afgelopen vrijdag? Nee, maar ik denk dat niemand in Nederland is die mij wel serieus neemt. Dus ik ben in de positie dat ik allerlei onzin hier kan vertellen. Ja, laten we even kijken hoe je dat vrijdag deed. Dat was redelijk stellig. En, wat wordt het? Nou, Ajax... Levert niks op. Ik vermoed met dubbele cijfers. Nee, maar het levert dus niks op, hè? Als Ajax vindt niet. Dat levert niks op, dat geeft alles aan eigenlijk. Als je voor eeuwig belachelijk wil maken... dan moet je in een tv-uitzending zeggen dat Feyenoord zijn Ajax wint. Ja? Ja, dat wordt opgenomen, ben je nooit meer in je hele leven geloofwaardig. Dat zou geweldig zijn. Als dat nu gebeurt, ja. Ja. Ja, Feyenoord wint, Jan? Natuurlijk, joh. Oké, Feyenoord wint. 100%. Ja, 100%. Ja hoor. Staan we weer gelijk onder leiding. 100%. Ja, ja, ja. Schrijf maar op. Ja? En okay. Hoeveel wordt het, Jan? Ik denk een 0 of 4. 4-0. En iedereen zit te lachen als ze willen zeggen wat een onzin allemaal. Ja, waar slaat het dan op? Ja, Jan, hoe zit je hier nu naar te kijken? Jan? Ja, gooit Johan van die tafel af, want je hebt er even stand. Je bent goed in beeld trouwens, Jan. Ja, maar ik word gek van dat ding hier, man. Ja. Nee, maar wat moet jij echt fantastisch. Hoe heb je het beleefd gisteren? Ja, werelds. De eerste kwartier zag ik er somber in, moet ik zeggen. Wow. Want toen werden we helemaal zoek gespeeld. Maar na een kwartier hebben we die ploeg van 700 miljoen helemaal weggespeeld met een ploegje van 20 miljoen. En dat was wel lekker, moet ik zeggen. Ja, voor de mensen die dat gemist hebben, Martijn Krabbedam stond daar aan de bar. En die maakte een soort prognose wat de waarde was van Feyenoord op dit moment. 20 miljoen. Nou, dat was een zere been. Ja, maar het was ook wel redelijk extreem natuurlijk allemaal. Maar hoe verklaar je het, Jan, wat er gebeurde gisteren dan? Maar compleet. Ik ben gisteren eten met René en we hebben genoten. Maar ze wonnen elk duel, wonnen ze. Ze speelden naar de mogelijkheden waar ze het beste in zitten. Dat bedoel ik, iedereen deed zijn taak. Dus niet een spel maken of wat dan ook. Gewoon werken. En, ja, het was klasse. Plus de enorme ruimte die we kregen, was werelds. Maar goed, jij zei 4-0 vrijdag. Je zei toch zelf ook een beetje met een dubbel gevoel, neem ik aan. Of was je er echt serieus van overtuigd? Ja, natuurlijk, man. Ja. Nee, dat was echt een fantastische dag gisteren. Ja. En wil je nog iets tegen Johan zeggen naast het feit dat hij de tafel nu moet verlaten? Nou, ik ben blij dat hij de 70 haalt en dan moet hij het nog even echt mee stoppen. Nee. Maar niemand had dat verwacht, denk ik. Nee, zelfs jij niet, inderdaad. Jan, bedankt, hè? Hoe, ik niet. Wat? Nou, ja. Jij wel. Je zegt, jij wel dus. Ja, 4-0 en René zei 4-0. René zei 3-0. Ja. Enkel Johan zat verkeerd. Ja, nou, ik zat er ook naast, Jan, sorry. Maar moeten we Van Persie soms meekomen om door te gaan nog een tijdje, wat dat betreft, Hans? Nee, dat moet je vooral niet doen. Deze wedstrijd was... Kun je Jan ook uitzetten? Nee, Jan kan gewoon mee blijven praten als hij wil. Nee, we moeten Van Persie niet smeken om door te gaan. Dit is toch... met deze klassieker neemt hij afscheid eigenlijk, 6-2. En hij was goed, hij was echt goed. En, hij was goed, hij was fenomenaal. Ja, maar het was natuurlijk... Nu krijgt iedereen alle lof van Feyenoord. En bij Ajax zijn ze door de ratten besnuffeld. Maar natuurlijk hebben ze bij Ajax wel doorgegeven... de technische staf en Erik ten Hag tegen Matthijs de Ligt... van as van Persie uit de spits zak, dat de Ligt doordekt. En dat heeft hij ook een tijdje gedaan. Totdat elke keer die Jens Toornstra er dwars overheen denderde. En die Magajan die kon dat niet meer aan. Dus op een gegeven moment zijn ze gaan schipperen. Is Matthijs de Ligt hem gaan helpen? Ja, en toen... Vanaf dat moment was het echt een koninkrijk voor Van Persie. Mogen we nu al stellen dat Magajan een verschrikkelijke miskoop is? Nou, dat is de vraag nu ook. Dat is ook de vraag aan jou, René. Lekker Kikpiri halen, man. Die jongen is 18 jaar. Kikpiri. Nee, maar de verdediger die hoeft helemaal niet te acclimatiseren. Dat is gewoon een mandekker. Of je nou in Zuid-Amerika in de mandekking loopt... of in Oost-Groningen, dat maakt geen reet uit. Ja, geen kloot uit. Maar die gozer die ziet het gewoon niet. Nee. En het is helemaal geen vent die er echt in bij gaat. Bij geen ene goal was hij in de buurt. Nee. Hij stond erbij en keek ernaar. Nou ja,
ja, wat hij gewoon gewend is. Een nummer dekken. Nee joh, ook door zelfs dat wel, niet. Dat is, jawel. Hij dekte toch, niemand. Ja, maar dat Hansie, ik heb hem toch in die twee wedstrijden gezien. Ik heb hem ook gezien bij Flamengo in Florida. Wat zie je daar dan aan? Nou, tegen Flamengo, s'nachts die wedstrijd met Ajax, die bedoel jij, heb ik zitten kijken. Nee, maar ook die twee wedstrijden met de Voka tegen... Jan hangt nog steeds. Zit je nootjes te eten inmiddels, Jan, of zo? Want ik hoor allemaal geluiden. Wat hoor ik nou? Nee, ik zit hier met de baas van, heet dat? Veronica Insight. En ik zit erachter tot ik dat ding aan mijn poten kan zetten. Oh nee, ik dacht dat je nootjes... Zo klonk het namelijk op mijn oor, maar dat is dus niet zo. Nee, Wilfred, zit geen nootjes te eten. Nee, oké. Okay. Dan willen we Jan zetten. Ja, wil iemand nog wat tegen Jan zeggen? Nee, ik niet. Even applaus voor Jan, dames en heren. Hij heeft natuurlijk wel gewoon... Hè? Ik wil even gewoon 4-0 voorspeld. Vond je dit filmpje leuk? Abonneer je dan op ons YouTube-kanaal Veronica Insight.